Ik ben Stacy McDonald. Ik ben een wetenschapper en ik werk nu voor Wereld Natuur Fonds op Bonaire. En ik ben vanmorgen naar het Liceo gekomen en heb ik aan een VWO 4 en 5 klas uitgelegd wat het inhoudt om wetenschapper te zijn. En ik wil jullie vandaag wat vertellen over het leven van een wetenschapper, want ik ben een wetenschapper. En ik vind het vooral heel leuk als jullie ook heel veel vragen stellen. De presentatie zal niet heel lang zijn, want ik vind het ook heel leuk om van jullie te horen van ja, wat is jullie idee van een wetenschapper? Ben je ergens nieuwsgierig naar? Heb je er ooit over nagedacht? Merkte je wel dat ze nieuwsgieriger werden? En dat is ook een beetje de boodschap die ik wilde meegeven. Als wetenschapper is het heel belangrijk om nieuwsgierig te zijn en kritisch te zijn en altijd vragen te blijven stellen. En wat denken jullie als je denkt aan een wetenschapper of een onderzoeker? Oude, grijze man. Ja, dat dacht ik ook. Een oude, grijze man met zo'n brilletje op. Ben ik een oude, grijze man met een brilletje aan de baard? Maar ik heb ook verteld over mijn onderzoek, wat ik hier op Bonaire heb gedaan. Onder andere mijn werk met de vissers op Bonaire. En wat ik heb gedaan om ervoor te zorgen dat je de vissers mee aan boord hebt om te werken aan een duurzame visserijsector. Dus ik kreeg toen een vraag vanuit Wereld Natuur Fonds. Die vroeg aan mij, Stacy, waarom is het zo moeilijk om die visserijsector te doen? Hoe kunnen we dat nou eigenlijk doen? Vanuit de natuur. Vanuit de natuur? Ja. Wat moet je weten vanuit de natuur? Eerst hoe dat allemaal in elkaar zit en daarna moeten de mensen daarop aanpassen. Ja, dat klopt. En dus zei ik tegen hem, ja, maar dan moet je niet alleen weten hoe de vissen zich gedragen, zoals jij dat zegt, maar je moet ook weten wat mensen doen. Misschien moeten we met de mensen gaan praten en heel specifiek misschien moeten we met de vissers gaan praten. Want uiteindelijk weten de vissers het meeste. Ik heb verteld over mijn eigen achtergrond, verteld dat ik zelf van Curaçao ben en dus het hele traject heb doorlopen van studeren in Nederland en vervolgens met een PhD beginnen. Ik ben zelf geboren op Curaçao en daar opgegroeid. En net zoals veel van jullie denk ik, heb ik toen de keuze gemaakt, toen ik 17 was en was de middelbare school afgemaakt, om naar Nederland te gaan en te gaan studeren. Nou, in eerste instantie waren ze denk ik wel verrast en nieuwsgierig naar van wie. Wat kom ik hier doen? Waarom kom ik nou voor de klas staan? Maar naarmate ik mijn verhaal kon vertellen en vertellen wat ik deed, waarom ik dat deed, of waarom ik dat doe, moet ik eigenlijk zeggen. Maar wat ik ook wel leuk vond, was de natuur. En toen was er ook een vak wat ik kon volgen en dat was, het heette Environmental Psychology. En dat kijkt heel erg naar de link tussen de mens en de omgeving. Dus hoe gaan wij om met onze omgeving en met onze natuur en waarom doen we wat we doen als we in de natuur zijn? En toen dat eenmaal, toen dat kwartje viel, toen merkte ik wel dat ze ook nieuwsgierig werden naar mij. En dat ze ook wel benieuwd waren naar wat het nou eigenlijk inhoudt om een wetenschapper te zijn. Ik vond het wel interessant, ja. En ja, liet ook zien dat je verschillende soorten wetenschap hebt. En eigenlijk alles wat je doet, is er wel iets dat te maken heeft met wetenschap. Wat zie ik allemaal? Waarom is dat zo? Weten we dat al? Of zijn er misschien nog vragen die we nog niet weten? En dat is dus het hele leuke aan wetenschap. Als je een beetje nieuwsgierig bent, dan is het wel wat voor jou.